De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur en in Zwolle doen er maar liefst 11 partijen mee. Om je te helpen kiezen stelt IJssel TV de lijsttrekkers aan je voor in deze speciale verkiezingsserie Zwolle kiest. Mijn naam is John van Boven, ik ben 61 jaar, ik woon sinds 1974 in Zwolle. Ik zit sinds 2000 in de gemeenteraad en ik ben vanaf 2002 fractievoorzitter van de ChristenUnie toen Janko Knossen wethouder werd. Ik ben fractievoorzitter van de ChristenUnie omdat dat een partij is die wil werken met christelijke normen en waarden die ik ook ontzettend belangrijk vind en we willen ons met elkaar inzetten voor onze goede stad Zwolle. Dit is een misschien wat merkwaardige plek als je dit zo bekijkt, maar wat ik ontzettend belangrijk vind en graag wil laten zien is het project De Prinsenpoort, omdat dat een project is die duidelijk heeft gemaakt dat burgers op een hele goede manier aan de voorkant betrokken kunnen worden bij beleidsontwikkeling. De ChristenUnie is al heel lang bezig met goed na te denken over de manier waarop burgers betrokken kunnen worden bij beleidsontwikkeling. Het gaat nog niet altijd goed, maar het gaat wel steeds beter en Prinsenpoort is daar een heel goed voorbeeld van. Duurzaamheid is voor de ChristenUnie kijken naar de toekomst en niet alleen maar naar nu. De ChristenUnie is voor de winkelflaneer zaterdagavond, waarin we winkelen en cultuurbeleving willen laten samenvallen. Voor de ChristenUnie is bezuinigen veel meer dan schrappen. Het is vooral het kijken ook naar de effectiviteit van de manier waarop we dingen proberen te realiseren. De ChristenUnie is een partij die passie heeft voor de stad Zwolle. We hebben hart voor Zwolle, we hebben hart voor haar inwoners, we hebben hart voor de toekomst en we willen daar graag het beste van maken. Wij willen graag dat u zich thuis voelt in uw eigen stad. Stem ChristenUnie, lijst 3, op 3 maart.